Bart, we gaan het op een heel simpele manier klaarmaken, mm-hmm. zoals jouw grootmoeder het klaarmaakt. Een beetje look, ajuintje, porto en een lekkere saus. En doet je dat in zijn geheel of versnijd je die? Ik ga die helemaal in zijn geheel laten. Ja. Maar hier hebben en wat zijn dat jong? Dat zijn, dat zijn jonge duiven. Die zijn ook niet zo taai. Dat zijn ook tamme duiven. En tamme duif is ook minder taai dan een... is ook minder taai. Heb je graag duiven ook als huisdier of zo? Ja, wel, ik heb vroeger de tortelduifjes gehad. Ik was een heel klein manneke en ik had dat kot opengezet. Ik denk van, ja, dat gaat terugkomen. En ze zijn gaan vliegen. Ik heb ze nooit meer teruggezien. Zeg, maar weet je wat dat wij deden? De duiven werden geslacht. En wat dan een heel goede smaak heeft, dat is met stro. Enfin, eerst pluimen natuurlijk. Maar dan zo de... Ik doe het niet met stro, maar ik brand het wel. Ah. En mijn grootmoeder deed het niet met stro, maar die deed het boven het vuur zo. Ja, maar die stro geeft een goede smaak. Ah ja, tuurlijk. Dat rookt, hè. Het rookt. Hè. Maar kijk, wij gaan het op de moderne manier doen en dat is met een bunzenbrander. Hè. Allee. En dat dient gewoon om alle pluimpjes die er nog aan hangen weg te branden. In het restaurant wordt dat meestal zo rosé gegeven. Hè? En dat heb je niet graag? Jawel, tuurlijk wel, maar het is een andere bereidingswijze. Ja, hè? Absoluut. Zo, we gaan hier gewoon die uiterste, echt fijnste vleugeltjes dus afsnijden. Daar is echt niks aan. Jij mag ze kruiden, Bart, met peper en zout, zowel buiten als binnenin. Als binnen, ja. Een snuifje zout in de poep. Het maagdje is dat eruit aan het leveren. Ja, ik heb die besteld bij mijn poelier en die heeft eigenlijk alles weggehaald. Zeg. Maar normaal gezien ziet het nekste... Een deugniet heeft dat zelf opgegeten waarschijnlijk. Ik denk het ook. Ja, dat is kei lekker, hè? Ja, dat is het lekkerste. Werden er nog dieren gekweekt en geslacht? We hebben ooit een schaap gehad thuis. Oscar heette die. Maar en met een naam en nou? Ja, ik weet het. En dat ken ik van dat vreselijk. Ja, en wij hadden een oom, mijn onkel Jean Petter. Dat was dus... mag ik van buiten ook kruiden? Ja. En een onkel Jean Petter heette die. En die slachtte zo na zijn uren, zo deed hij bij de mensen zo... thuis heel het varken of het of wat dat dan ook was, versnijden zo, hè, voor in te vriezen. Mm. En op een dag was dat, kwam ik van school thuis. En ik zag hier dat mijn Oscar was helemaal geveld. En dat vond ik zo vreselijk. Hè. Ja. En weet je wat hij dan nog zei? Van ja, het laatste, ik zeg, ja, mijn Oscar. En ik was dan aan het wenen. En ja, het laatste dat hij zei was, Oscar. Dat was het laatste dat mijn schaap zo gezegd had. Ja, ik vond dat een vreselijke man. En heb je er dan van gegeten? Ja, ik moest. Ja, waarschijnlijk wel. Ik moest, maar ja dan... Het is gelijk dat je een hond opeet, hè. Nice. Die grootouders, dat waren pâtés, hè. Zeg, dat is gewoon goede boter. Ja, gewoon goede boter. En doe je daar nog olie bij? Nee. En wel, dat mag, hè, want we hebben ook temperatuur nodig. En dan gaat je boter eigenlijk minder snel aanbranden. Want we willen wel onze duifjes, dat we geen naam gegeven hebben, aankleuren. Hè? Lekkere boter. Voilà, langs de twee kanten. Hè? Dus de twee borsten en de rug. Oké, Bart, dan gaan we de schorseneren klaarmaken. Als kind vond ik dat vreselijk. Ik vond dat, dan nu? Kreeg je zo... Nu heel lang, ik vind dat fantastisch. Ja, ik vind het ook fantastisch. Alleen, je krijgt daar zwarte vingers van. Hè? Nee. Je zult dat zien. Kijk. We gaan die direct hier eerst schrobben in water. Hè? Voilà, Bart, die attaqueert direct. Hè? Ja, ik mag dus het vuile werk doen. Ik ga eens mijn duiven draaien. Voilà. Oké. Okay. Zo snelle gewassen. Wat gaan we doen? We gaan ons handen nat maken, de plank ook. En we gaan... een citroen gewoon uitknijpen, een beetje op de plank. En ook in het water waar we straks de geschilde gesneden schorseneren gaan leggen. Voilà. Een dun schiller. En nu gewoon schillen. En je ziet hier het melkachtige gedeelte, dat is hetgeen die echt vuile plekken maken. Hè? Dus als je blijft schillen, tot het zo meer doorzichtig wordt... Dan ben je veilig. En de uiteindjes eraf knippen? Uiteindjes eraf. En dan in de klassieke... En dan zo... 7 centimeter vorm schorseneren. Zo'n lange? Ja.
Ja. Wij deden vroeger zo kortjes. Oh, maar jammer. Maar kortjes, dat is goed. Ja, maar nee, dan heb je kort en lang op je borst. Dat maakt niet uit. Jawel, dat, jawel, dat moet de goeie zijn. Moet het allemaal een beetje juist zijn? Ja, ja, dat moet helemaal juist zijn. Oké, Bart, ik ga ondertussen de duifjes eruit halen. Die zijn mooi gekleurd. En dan kunnen we look en shallot... Dat doet je in dezelfde boter? Ja, 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 ja. Die ruikt lekker, hè? Ja, ja. Eén shallot aanstoven. En twee goeie tenen look. Mooi aanstoven. De duifjes die gaan er straks weer bij. Maar ik ga eerst blussen met Porto. Weet je wat er hier nu ontbreekt? Nee. Dat is eigenlijk een glas. Normaal drink ik altijd een glaasje wijn of een glaasje port of een glaas dingen. Kom tijdens, niet tijdens... Orde. Doet jij dat nooit? Met mijn gasten, continu. Ja, maar voor mij is normaal koken is dat pure ontspanning. Tot een en dag ik maak daar een hele dag van. Hè. Boodschappen doen 's morgens. Dan, Vind je dat ook leuk, boodschappen? Ja, ja. Ja? De verse waren ook wel, ja. Santé. 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 Ah. En die duifjes krijgen, mogen dat ook drinken, zo dadelijk. Hè? En dan bruine fond, want er hoort bij ieder duifje, wij eten daar kroketjes dat bij, dan is kun je eigenlijk die zo pletten. Het geheim van alle goede keukens, ja. Die fond. Dat is zelf een fond maken. Ja, maar dat is een werk. Hè. Ja, maar je kan die nu wel al aankopen. Hè. 250 milliliter. En daar mogen dan onze duifjes weer in. Hè. Mm-hmm. Ongeveer 20 minuutjes af en toe arroseren. Dus saus nemen en erop. Saus nemen en erop. Dan maakt die lekker sappig. Met de rug naar beneden, dus... zodanig dat die borststukjes niet koken. Hè. Okay. Snap je? Ja, ja, ja. Moest die nu echt onderstaan, dan, dan koken dan ze. Dan koken ze wel. Ah, ja, oké. Okay. Voilà. Okay. Deksel erop met een klein kiertje. Zal ik een beetje opkuisen? Ja. Opruimen. Je ziet onze handen. No problemo, hè? Nee, dat is waar. Je hebt gelijk. Voilà. En onze schorseneren zijn klaar. Dan gaan die... De stoompot in, ongeveer 7 minuutjes. Dan mag niet zou dat plat. Nu lekker zijn, rauw? Absoluut. Snijd daar maar een stukje van. We zijn dat niet gewoon om zo... Maar ik in een slaatje of zo... Ah, ja. Kan dat zeker. Ah, ja. Absoluut. Bechamel, dat is nu een saus dat je echt moet leren maken. Want dat gaat met zoveel... Maar ik ben tegen jullie bezig. Want dat is echt... Een saus dat je met heel veel groenten kan maken. En onze grootouders die deden dat ook niet met een weegschaal. Dat was gewoon op het zicht. Eerst onze boter laten smelten, een eetlepel. Is dat zo'n saus dat je vroeger veel gegeten hebt? Bechamelsaus, ja. Als kind. Maar ja, eigenlijk als je een volle vol maakt, dat is eigenlijk ook hetzelfde. Ja, 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 dat is ja. Ook allee, is geen bechamel, maar dat is hetzelfde. Maar geen melk, maar dan pak je bouillon. Pak misschien ook een eetlepel, om het daarover voor, gehad hebben. Ah, wacht, dat is het. Dat is het ene doen dan. Zo, een eetlepel boter. En nu moet het ruiken. Ja. En weet je waarom? Omdat dat de bloemsmaak eruit is, nee? Goed. Ja, dan heb je een lekkere bechamelsaus. Van de pollepel gaan we nu naar de klopper. Want we willen alle klonters eruit. En jij mag een eerste keer een goede scheut toevoegen. Een goede scheut. Ja, en nu gaan we eerst roeren totdat we een papje hebben. Waarom? Omdat we zo dan de klonters, eruit kunnen uitwrijven. Ja. Ja, en nu mag... Niet te veel, hè, meer. Nee, doe maar. Nog. Ja. Maar allee. Maar allee, Bart. Dat mag niet. Ze moeten er nog een beetje consistentie hebben. Ja, ja, hè? Maar nu zetten we meer op vuur. Okay. En het is pas als het kookt dat je gaat zien welke consistentie dat je gaat hebben. Dus je moet zeker altijd weer laten opkoken. Dan gaan nu ook peper, zout, ja, dat mag je al doen. Muskaat. Peper, zout en muskaatnoot. Goed. Ik kan een keer voorproeven. Wat denk je van de consistentie? Dik genoeg? Ik denk dat het goed is, ja. Oké. Okay. What you think? Met melk gelijk. En boter moet je altijd royaal kruiden. Dat zwakt af. Goed, hè? We zijn goed bezig, Sophie. Allee, of jij bent goed bezig. We zijn een koppel, hè, deze week, Bart. We zijn een koppel, ja.
Het is de eerste keer dat ik met een vrouw samen ben. Er is vooral eens de eerste keer, Bart. Het heeft toch een typische geur, ja. Zo'n duifje. Hè? Dan met die look en de porto. Goh, mannetjes. Kijk, schorseneren 7 minuten. Mm. Al dente nog, hè? Niet platgekookt. Ja. Huip, die gaat bij onze heerlijke bechamel. Roer maar, ik ga de kroketjes halen. Het ziet wel lekker uit, dat zeg je mooi. Zo van die koddige dennenappeltjes. Ah. Tof, hè? Kerstmis is nog kans voorbij. Of dat is nog een overschotje van kerstmis of wat? Nee, Eula, ik heb zelfs de kroketten okay. gemaakt op kerstmis. Voilà, 180 graden, 3 minuutjes ongeveer. Zeg, hoe weet je nu als die duif gaar is, Sophie? Kijk, als die zo, als je daarop duwt en die komen mooi terug, dan zijn die gaar. Maar wij hebben toch 20 minuutjes gezet. Die zitten er 20 minuutjes. Mooi, mooi terug in. En wel, als dat een putteke blijft, als dat putteke blijft, dan is dat nog rauw. Ja, ze komen sowieso terug. Alle duifjes komen terug. Maar die gaan niet meer terugkomen. Zo. Nee, die komen niet meer terug. Die gaan richting onze maar de borstjes wel. Zo. Ja. Zie, als dat een putje blijft, dan is dat rauw. Een duifje per persoon, dat is wel de regel. Saus erover, schorseneer. Ja, mag er wat saus erover? Ja. Met alle smaken van dat duifje. Porto, schorseneer. Doe jij daar nog een beetje van dat groen over? Wil je? Pak nee, maar. Ik weet het niet. Moet dat? Dat moet niet, maar dat mag. Dat is altijd mooi. Oh, ik zal een beetje fijn snijden. Wat doe ik dat over? Over het wit of over de duif? Maakt me niet uit. Allee, ik zal het zo in het midden leggen. Voilà. Perfect. Dat ziet er wel schoon uit, hè, zeg. Een kroketje gaan vliegen. Hoeveel kan jij er eten, Bart? Eentje. Oké, okay. Nee, ik al nee, de rest. Drie. Allee, kom. Ja. Doe jij normaal peper en zout op een kroketje? Nee, 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 nee. Dat zit erin, normaal gezien. Ah, oké. Okay. Hoe noemen u grootouders die de duifjes... Dat was Boma. Boma. Voilà. Boma. Voor de familiealbum. Ah. Bij de Boma. Moet u een vanilrosbordje, hè? Ja. Amai, leven de oma's hè, voor zo'n gerecht. Nog mooi rosé, duifje. Mannetjes, mijn maandagavond kan al zeker niet meer stuk. We zien weer een klein kind in Bart. Oh, maar dat is fantastisch dan. Heb je dat ik even ga doen? Hè? Als de camera's uit zijn, ga ik dat in mijn handen nemen, dat duifje. Dat moet zo. Ja, afpeuzelen. Dat is het zaligste. Hè? Ja, dat is lekker. En wat moet ik er spoelen ook, natuurlijk. Hm? En wat drinken we dan? Een Côte du Rhône. Niet te krachtig, maar wel kruidig. De kracht zit in ons bord. Santé. Op onze eerste dag. Op onze eerste dag. Goed, hè? Hm? Ik vind dat wij goed overeenkomen. Ja, we zijn een koppel. Ik ga dat thuis niet vertellen. Sorry, Luc. Sorry. Oh, een geweldige maandag. Als jullie thuis ook het helemaal zien zitten om een lekker duifje te maken, schorseneren en kroketjes, het volledige recept staat op vtmkoken.be. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Bart, ga jij soms vals zingen van ingrediënten die je niet lust? Ik niet lust. Ik lust bijna alles. Dan komt het goed. VTM. Je beleeft het hier.